De productie van cassava in Suriname moet naar een hoger niveau, zegt Eric Ceballos, vertegenwoordiger van de Suriname Agriculture Market Access, SAMAP, in een gesprek met onze nieuwsdienst. Vandaag is een workshop voor wortel- en knolgewassen georganiseerd door de SAMAP in het gebouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij aan de Letitia Friesdelaan. And this workshop is about building the capacity of the cassava sector in what we call value chain platforms. A value chain platform is the opportunity for all the stakeholders, producers, processors, exporters, but also the public sector that supports the development of the cassava sector to work together. So the intention of this workshop is to bring all these players together to know each other, to coordinate, to cooperate, and to find a strategic plan to move the sector ahead. What we want out of these platforms is that all the players together improve the quantity of the production, the quality of the production of cassava, and have better opportunities to access markets. Ceballos zegt verder dat het de bedoeling is dat de productie en kwaliteit binnen deze sector wordt verhoogd. Het uiteindelijk doel is om te gaan richting grootschalige export in de toekomst. Vertegenwoordiger van de agrarische ontwikkeling binnenland, Maarten Apai, zegt dat de rol van het ministerie van regionale ontwikkeling en sport niet mag ontbreken. Als je goed kijkt, dan zie je dat de binnenlandbewoners van oudsher cassave als hoofdvoedsel hebben. En sowieso moet de betrokkenheid er zijn van de boeren in het binnenland, zodat ze hun capaciteit kunnen uitbreiden en ook getraind worden in de nieuwe ontwikkelingen. En daarom zijn we hier om alle actoren of stakeholders bij elkaar te brengen. Verwerkers, boeren, exporteurs, om dit platform uit te breiden. Ja, ook de afzetmarkt te betreden, want dat is een challenge voor Suriname. Maar ook vanuit onze directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland is dat een challenge om afzet te vinden voor onze boeren. Apai stelt dat de tegenslagen bij cassaveteelt een grote uitdaging zijn geweest dit jaar. Vooral het natraject van de enorme wateroverlast eerder dit jaar is tot nog toe een grote uitdaging binnen de landbouwsector. De workshop wordt door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij in samenwerking met de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties verzorgd en wordt bekostigd door de Europese Unie.